Welkom bij het mooiste plekje van Pelemaas. In deze aflevering bezoeken we weer twee mooie plekjes uit onze gemeente. Vorige week zagen we Je en Miep Seelen bij de Mussenberg in Kesselijk en Lot Koopmans bij het 5x Beringen monument. Vandaag beginnen we op de grens van Panningen en Echel. Mijn naam is Najim Tama. Ik sta hier voor moskee As-Salam. As-Salam betekent letterlijk vrede. En dat is voor mij het mooiste plek van Pelemaas. Deze moskee is niet alleen gebedsruimte, maar ook een sociale, cultuur, maatschappelijke ruimte. Daar worden alle activiteiten gedaan. En deze moskee is eigenlijk gefinancierd door eigen mensen, de Marokkaanse gemeenschap. Daar zijn we trots op dat we met zo'n kleine gemeenschap zoiets groots neer hebben gezet. We hebben heel veel rondleiding gehad de afgelopen jaren. Van kleuterschool tot maroochier, iedereen is hier geweest. Alle bedrijven, scholen, werkgroepen. Er wordt een themaavond, workshop gehouden. Dus het is eigenlijk niet een moskee voor Marokkanen, maar het is een moskee voor hele Pelemaas. Als je binnenkomt en je denkt aan Allah, aan gebed, dan vergeet je even het dagelijkse leven, de schouder wordt een stuk lichter. Als ik de boek open ga maken, ja, dan heb ik gewoon contact met Allah. En dat geeft heel veel rust. We vervolgen onze reis op weg naar plekje nummer 6. En dat ligt in Koningslust. Ine Stevens en het Natuurparkvakboek is het mooiste plekje van Pelemaas voor mij. Van Pelemaas, omdat ik me er helemaal thuis voel. Het is een plekje waar de natuur nog kan zijn. En ik heb het zien ombuigen van landbouwgrond naar een stukje, uniek stukje natuur, waar ik zelf dus aan mee heb mogen werken. Het Vlakboekpark is ontstaan en zo gegroeid doordat, ik weet niet meer precies welk jaar het is geweest, heeft de gemeente besloten om het regenwater, het hemelwater van de dorp, dat moest ergens opgevangen worden en dat moest dus de grond in kunnen. Daar hebben ze hier dus een wadi gemaakt en die is hier gekomen en verder lag alles gewoon braak.
Er waren tijden van het jaar dat het gewoon geen beeld was. Distels, onkruid, mensen begonnen te klagen. En op een gegeven moment was er een iemand hier in de buurt, die had zoiets van, goh mensen, kunnen we niet de handen bij elkaar steken en kijken of we er samen wat moois van kunnen maken. Hij is toen met dat initiatief gekomen en is eigenlijk zo links en rechts gaan vragen of er animo voor was. En toen hebben we ons bij elkaar gegroeid en we hebben een groep gevormd. We zijn in gesprek gegaan met de gemeente. En na veel vijven en zessen en heel wat geploeter hebben we dus dit tot stand gebracht. Drifted away, wave after wave, wave after wave, slowly drifting, drifting away. Voor mij betekent het gewoon een stuk buiten zijn, een stuk geluk. Geluk. Ook een heel waardevol iets dat we dit hebben mogen doen, dat we dit met z'n allen toch klaar gekregen hebben. En dat is toegankelijk voor jong en oud. Voor valide en minder valide mensen. Terwijl het vaak minder valide mensen toch niet het contact met de natuur kunnen hebben zoals ze dat hier kunnen. Iemand die de natuur wil zien en wil beleven, die is hier op de juiste plek. Voor mij absoluut het mooiste plekje. Het plekje waar ik me helemaal thuis voel. Volgende week zijn we er weer. Benieuwd waar we dan naartoe gaan? Ga dan naar onze Facebookpagina. Vrijdag in PNM Actueel Radio hoort u het hele verhaal van Najim en In. Bedankt voor het kijken.